Rebocop. Kijk, zo een stuk brug blijven staan. Ja. Kijk eens, al die jonge blaadjes. Ja, sinds dat we op stap zijn gegaan, zijn de bomen al een stuk groener geworden. Ja. Dingetje komt in de tweede afslag naar B610. Deze. Hier zo. Ik zie al een vlaggetje. Rijdt over 1,5 kilometer de rotonde om. Het is nog 1,5 kilometer. We zijn de Camargue weer uit. We zijn in De Gaar. De Gaar. Neem op de rotonde de derde afslag naar weg. Oh, daar zie ik al mijn campers staan. Dat is wel druk, geloof ik. Ja. Sla rechts over de veldweg om. Kun je daar staan een verbod, Bob? Ja, maar dan moet je toch door, ja. Want anders kom je door. Oh, er komt een auto. De Vuthut. Oh, de Vuthut. Ik ken ze niet. Ja. Nee. Wil iets verder nog eraf staan? Dat is gewoon ja, de tv zit aan die kant. Nou, dan kunnen we nog lekker even buiten zitten. En dan gaan we vanmiddag in de plaats. Nou zie ik ook de plaats weer voor me. Ja, hè? Ja. Nou, dan zijn we er. Dat was ook een mooie plaats. Een camperplaatsje waar er niks is. Hier heeft die Ina toen ook nog gestaan. Ja, dat was vorige winter. Kom ja. Toen waren wij weer weg, stonden zij hier. Nou, ik zet hem weer uit. Ja, doe dat maar eens. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik wou even nog even terugkomen op de vlog die zo meteen gaat komen van Sommières. En vlak, nog net voordat we de wandeling gingen beginnen aan de stadswandeling. In de stad. Op de plaats. Toen werd ik gebeld door het ziekenhuis en ik kreeg van allerlei instructies mee en alles. Want 1 mei dan word ik krijg de behandeling. En, maar daarvoor moet er ook nog van alles weer gebeuren. En en toen zijn we aan de wandeling begonnen. En toen ben ik er niet helemaal bij geweest.
En dus het geluid had ik dus niet goed van de wandeling. En dus ik heb er nu maar een muziekje achter gezet. Maar dan weet u hoe het komt. Dus bij deze. Sorry voor het ongemak. Ja, nou ja, de beelden zijn toch leuk. Hè? Ja. Want het is een leuke plaats. We zijn maar naar boven geklommen. Ja. Dat je zo over de plaats heen kunt kijken. Ja. Het is gewoon de moeite waard. Ja, het is in ieder geval nog wel een leuk filmpje geworden. Dat nog wel. En wat ook nog leuk was. We stonden net, toen jij gebeld werd, te vertellen met onze buren. Ja. En die hebben ook een zwarte labrador. Ja. Moesten we natuurlijk een beetje informatie, hoe dat allemaal gaat onderweg. Ja, dus nou weten we weer een heleboel meer. En toen de telefoon, en toen was het even allemaal... Ja, dus toen was ik even de kluts kwijt. Dus, maar in ieder geval, veel kijkplezier. Oké, hoi hoi. Thank you.
genieten van de zon. Ja, zoveel mogelijk. We hebben Mirjam beloofd dat we de zon mee zullen brengen. En het is. Ja, en wat je zegt moet je doen. Ja, dus. Maar ik heb wel gezegd dat we ook nog een beetje hier houden. Ja, nu wel, maar nu. We brengen het ook mee. Maar dan neem ik gewoon alles mee. En, nou ja, zaterdag of zo, dan zondag, dan hebben ze daar allemaal alle zon weer die wij dus meegebracht hebben. Dan laten we ze los. Ja.
Boe! Dat was weer schrikken. Ja, ja. Hier zijn we begonnen. Oh, hier zijn we begonnen, ja. Klopt. Komt weer op de brug uit. Er zitten zelfs stroompunten voor ik, hè? Ja, voor de markt. We gaan even een klein eentje die kant. Het is net Maastricht, maar dan anders. Kleiner. Ja. Het is ook van de Romeinen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maak je wel weer. Ja, lekker. Hier kun je zeker van maken. Ja, dan kun je vliegvissen.